Goed dat u er bent. Het woord is aan de minister-president. Dank. In de ministerraad heb ik verslag gedaan van de Europese Raad van afgelopen woensdag en ook van het gesprek met Duitsland gisteren in Kleef. Ik heb gemeld dat de Europese Raad in mijn ogen een hele nuttige bijeenkomst was. We hebben daar gesproken over de interne markt voor energie. Het gaat om zaken als leveringszekerheid, om veiligheid, duurzaamheid en prijsvorming. Maar ook hebben we gesproken over het tegengaan van belastingfraude en belastingontwijking. En ik heb de voorzitter van het Europese parlement, Schulz, aangesproken over de extra claim voor de begroting 2013, waar zoals bekend Nederland tegenstander van is. Belangrijke onderwerpen. Het gaat bijvoorbeeld bij de belastingfraude om grote bedragen, 1000 miljard opgeteld per jaar. Dus dat is ongeveer het nationaal inkomen van Spanje. Of zo'n beetje de hele zevenjaarsbegroting van de Europese Unie. Dus het is goed dat we er afspraken over hebben gemaakt, al zal nog heel veel nu ook in praktijk moeten worden omgezet in wet en regelgeving en concrete uitwerking. Het is vooral van belang omdat ieder land waar mensen netjes hun belasting betalen, waar bedrijven netjes hun belasting betalen, zich natuurlijk kapot ergeren aan mensen die zich niet aan de regels houden. Gisteren was er een bijzondere bijeenkomst in Kleef. Een mooie gelegenheid om de goede betrekkingen tussen Nederland en Duitsland nog eens te bestendigen. Die zijn goed. We hebben heel goed contact op economisch, politiek, sociaal en cultureel gebied. Het centrale thema gisteren was duurzame groei. Dan gaat het over zaken als innovatie, energiezekerheid, maar ook financiële duurzaamheid. Duitsland en Nederland hebben de ambitie op dergelijke terreinen gezamenlijk ook een voortrekkersrol te vervullen. Henk Kamp heeft gisteren nog eens voorgerekend dat na het blok Canada-Verenigde Staten, het blok Nederland-Duitsland behoort tot het op één na sterkste handelsblok in de wereld qua onderlinge export en import. En ik kan zeggen dat niet alleen Henk Kamp, maar alle aanwezige collega's, Frans Timmermans, Willem Mansveld, Jet Bussemaker, Roland Plasterk en ikzelf natuurlijk, dat wij het een zeer geslaagde bijeenkomst vonden. Die zal zeker een vervolg krijgen. In de ministerraad hebben we verder de voorjaarsnota vastgesteld voor 2013. Die zal later vandaag of uiterlijk maandag naar de Tweede Kamer worden gestuurd als de laatste aanpassingen zijn gedaan. Daarnaast hebben we ingestemd met wetgeving die erop toeziet dat er toezicht mogelijk is op zware criminelen na het uitzitten van een straf. Dat die onder een voorwaarde extra toezicht kunnen krijgen. Daarbij is vooral van belang dat je probeert de kans op herhaling, terugvalgedrag te verminderen. Het gaat dan bij mensen waarbij de kans op herhaling groot is. En het is zaak om in dergelijke gevallen extra toezichthoudende maatregelen te kunnen opleggen. Het kan dan gaan afhankelijk van het soort misdrijf van een consumptieverbod op drugs, alcohol, etc. tot een gebiedsverbod, een reisverbod of een verplichting om zich onder behandeling te stellen van een deskundige of een zorginstelling of om een bepaald soort gewilligerswerk te vervullen. Stuk voor stuk maatregelen die kunnen bijdragen aan een veiliger Nederland. En dat is een van de doelstellingen van dit kabinet. Het woord is aan u. Wie mag ik als eerste de gelegenheid geven? Ja, meneer Rutte, een wat algemener punt naar aanleiding van wat u net zei over die fraude. Er zijn veel verhalen over fraude de laatste tijd. Belastingfraude noemde u net zelf. Maar er is voedselfraude, er wordt gefraudeerd met premies in de zorg. Vindt u dat het toeneemt? Nou, er is een paradox. En die paradox is dat we natuurlijk ook veel meer fraude opsporen. Als je geen fraude opspoort, dan vind je die fraude ook niet. Die fraude heeft niet het doel om gevonden te worden. Dus er wordt veel meer gedaan aan fraude opsporen. Dat doen we op allerlei terrein. Bijvoorbeeld op het terrein van de toeslagen, het debat wat laatst met Frans Wekers plaatsvond. Naar aanleiding van die ergerlijke zaak van de Bulgaren. Op het terrein van de gezondheidszorg en de sociale zekerheid. Ik ben de politiek ingegaan in 2002. Toen waren we daar al heel druk mee bezig. En dat is eigenlijk al sinds Hans Wiegel daar eind jaren 70 aandacht voor vroeg. Voor de fraudebestrijding, dat dat een belangrijk onderwerp is. Dus ik begrijp heel goed als mensen die bedragen zien dat ze zich kapot ergeren. Dat doe ik ook. Tegelijkertijd is het ook een teken dat we er steeds beter in slagen om het te vinden. Maar als je het eenmaal vindt, dan vind je ook fraudestructuren en fraudepatronen die vervolgens weer verdere acties vragen. Kijk naar het debat gisteren met Schippers, wat we nu gaan doen om verder vast te stellen wat er precies aan de hand is in de ziekenhuissector en in de verpleeghuissector.
Dus het is een paradox. Omdat je opsport, vind je, en omdat je vindt, zullen mensen zich kapot ergeren aan de bedragen die je vindt. Ja, en is dat alleen de verklaring alleen maar dat we er meer naar kijken, dat we dus ook meer vinden? Of zou het ook kunnen dat er meer gefraudeerd wordt? Ja, dan zijn u en ik allebei even deskundig. Ik ken u als iemand die niet fraudeert en het zou me verbazen als u het wel doet. Maar ook dat zouden we dan eerst moeten vaststellen. Ik doe het niet. En hier geldt echt dat het opsporen leidt tot het vinden van fraude. En als je fraude vindt, dan kom je ook op een gegeven moment achter fraudepatronen. Dus ik vind het wat ver gaan nu mij te vragen om algemeen vast te stellen of het toeneemt. Wat ik wel vaststel is dat de pakkans groter wordt. Maar ik vraag het hierom, omdat hoe meer mensen daarover horen, hoe cynischer ze ook worden over de overheid in het algemeen. Er wordt altijd vrij ongericht over gepraat dan. Maar er zijn ook hele boeken volgeschreven over het feit dat als mensen elkaar niet meer vertrouwen, dat dat ook gewoon slecht is voor de economische groei. Dus we hebben daar met z'n allen vreselijk veel last van. En de vraag is dus, kan de overheid er wat aan doen? Ja, daar kunt u ook iets aan doen. En ik vind het overigens complimenten. Ik vind dat de media de afgelopen weken in het algemeen balanced bericht hebben over die fraudezaken. En inderdaad ook heel vaak hebben laten zien dat het er ook uit voortkomt dat, omdat we er steeds beter in slagen fraude op te sporen, het ook zichtbaar wordt. En als het zichtbaar wordt, komt er natuurlijk ook de ergernis van hey, dat dit kan. Maar als je het niet opspoort, dan vind je het niet en dan weet je het ook niet. En ik heb groot vertrouwen in de democratie en in de wijsheid van mensen. Zolang politici dat goed uitleggen en de media, daar gaat u zelf over, maar mijn waarneming is dat proberen evenwichtig te brengen, zal dat niet leiden tot een afname van vertrouwen in de samenleving, maar eerder tot een toename, namelijk de vaststelling dat we dit in het land niet accepteren als gemeenschapsgeld wordt uitgegeven door mensen, gebruikt wordt door mensen die er geen recht op hebben. Daar betalen we onze belasting niet voor. Nee, maar je kan ook redeneren dat hoe meer mensen zien dat er op allerlei fronten fraude is, dat ze eraan gaan wennen en gaan zeggen, ja, zie je wel, je kan nergens meer op rekenen. Want nou weer het voedsel, nou weer de sociale zekerheid, nou weer de belasting. Ja, waar moet ik nog van uitgaan? Ja, nee, dat risico is er natuurlijk. Maar uiteindelijk is dat ook het mooie van een democratie. Dat mensen zich informeren, op basis van die informatie zich een mening vormen. En dat geldt niet alleen voor u en mij, dat geldt voor 16, 17 miljoen Nederlanders. En dat doen ze op basis van alle informatie die ze krijgen. En mijn overtuiging is dat als die informatie vanuit het kabinet een goede combinatie is van we stellen fraudepatronen vast, we zijn heel druk bezig om die fraude verder op te sporen en te bestrijden. En ja, de fraude die we zien, die is onacceptabel. En de media er ook in slagen omdat, en nogmaals, ik laat dat aan u. Ik kan alleen maar vaststellen dat dat in de afgelopen weken in balans gebracht is, hè? Dat op een fatsoenlijke manier gebracht is, naar mijn waarneming, in mijn oordeel, dan draagt dat volgens mij alleen maar bij aan een toename van vertrouwen dat we in een land wonen waarin we dit niet accepteren, het opsporen en mensen vervolgens aanpakken. Premier Rutte, hoe vond u de berichtgeving over de zogenoemde vergeten driehoek in de Schilderswijk deze week? Die vond ik in de briefbus. Ja, en wat dacht u toen u dat las? Ja, het lastige is natuurlijk, dit is de waarneming van de journalisten van Trouw en die moet ik accepteren. De vraag nu natuurlijk is, wat ga je de politiek mee doen? En politiek moet je eerst plaats vaststellen dat we in een land wonen waarin mensen elk geloof mogen uitoefenen, elk geloof mogen aanhangen waar ze voor kiezen, dat ik nooit mijn geloof aan u mag opdringen. En ook nooit de normen en waarden die uit mijn geloof voortkomen aan u mag opdringen. Wij hebben ons allebei te houden aan de algemene wetten die voor alle Nederlanders gelden. Het artikel beschreef onder andere, zoals ik me herinner, dat politie te weinig toegang tot de wijk zou hebben. Op dat punt meen ik dat de burgemeester van Den Haag, maar ook Lodewijk Asscher, die daar meteen dinsdagochtend naartoe is gegaan, hebben vastgesteld dat de politie, Asscher was er ook met een politieman die veel in die wijk is hij daar op pad geweest. Dus niet alleen met de bobo's van de politie, maar juist ook van de werkvloer. En heeft ook echt met eigen ogen vastgesteld dat die politie daar heel goed weet wat er aan de hand is. Ik ken toevallig vanuit een eerder werkbezoek dat politiebureau ook Heemstestraat. En ik ben ook wel eens op werkbezoek geweest, toevallig in de Frans Halstraat. Dat is ook weer een jaartje geleden voor een ander soort project. Wat nu van belang is vast te stellen dat die politie daar kan komen. Vast te stellen met z'n allen dat de norm in dit land is dat je allemaal houdt aan de wet. En dat we nooit de normen en waarden van het geloof van elkaar kunnen opleggen. Dat we moeten oppassen om niet jumping to conclusions, hè, dat we nu al zeggen het zit in die wijk niet goed, op basis van het Trouw-artikel, wat op zichzelf goed gedocumenteerd is, maar het is een artikel van journalisten, hun waarneming. Vandaar dat Asscher ook gezegd heeft, ik kom met een uitgebreidere brief over dit hele fenomeen naar de Kamer en zal daarna de onderzoek naar doen. Dus het fenomeen op zich,
even los van of dat klopt in deze wijk, ja of nee, is zo verontrustend dat het kabinet ook daar onderzoek naar instelt. En in dit geval Asscher daar zelf polshoogte gaat nemen. Nou, Asscher heeft het gedaan naar aanleiding van het Trouwbericht en heeft vervolgens vastgesteld dat we zaken nooit moeten bagatelliseren. Dat als iemand dit zo ervaart, dat dat altijd ernstig is en dat niemand in het land zich hoeft te laten welgevallen. Dat iemand anders vertelt hoe hij zich moet gedragen. Tenzij je je niet aan de wet houdt, dan mag een ander je daar natuurlijk wel op aanspreken. Maar niet omdat je je niet aan zijn wet houdt, die uit zijn geloof voortkomt. Dat is de grens. Dat is de vrijheid die we in het land hebben. En die geldt voor iedereen. Net zoals ook iedereen de vrijheid heeft om binnen de grenzen van de wet de eigen godsdienst te beleiden. Als ik het heb over fenomenen, bedoel ik de discussie die op gang is gekomen. Daarmee trekt het kabinet geen conclusies op voorhand dat dit speelt. Maar het verzoek van de Kamer is gekomen. Vandaar dat ik het woord fenomeen gebruik. Daarmee bedoel ik de discussie, naar aanleiding van een Trouwartikel. Het fenomeen waar ook de Kamer naar van gevraagd heeft, wat daarmee ontstond, de discussie, om daar verder onderzoek naar te doen en ook te berichten hoe grote steden daarmee omgaan met het gegeven dat mensen in sommige gevallen zich in hun vrijheid beperkt voelen door dit soort gebeurtenissen. Ja, dat is inderdaad precies het punt. Het gebeurt. Mensen gunnen elkaar die vrijheid lang niet altijd. De grote vraag was, en daar was natuurlijk het artikel een alarmbel voor, loopt het uit de hand? Ja, u vraagt mij dat nu. Kijk, de waarneming in die wijk van Asscher en van mijzelf een tijdje geleden is mij in ieder geval dit totaal niet opgevallen. Toen heb ik gesproken met autochtonen en allochtonen in de wijk. Dat ging toen om een onderwijsproject en een project waarbij Marokkaanse kinderen betrokken zijn bij het leefbaar houden van een bepaald pleintje in de buurt van de Franse of aan de Frans Halstraat. Daar is mij dat in ieder geval niet opgevallen. Maar dat is een waarneming van één persoon, mij en van Asscher afgelopen dinsdag, maar wel met een wijkagent die hem heeft geïnformeerd. Daar staat tegenover het beeld wat Trouw oproept. En wat ik nou niet wil, wat Asscher ook niet gedaan heeft, is daarin zeggen wie er gelijk heeft. Wat je moet vaststellen is dat als iemand in het land, of dat nou in die wijk is of ergens anders, of als we hier in Nieuwsport uitlopen, dat iemand op grond van zijn geloof meent u te kunnen aanspreken op kleding, gedrag of iets anders, terwijl u zich keurig aan de wet houdt, dan is dat onacceptabel en dan heeft u altijd toegang tot de politie en die zal dan ook altijd u te woord moeten staan. Wat is uw persoonlijke ervaring? Want u geeft vlak daar, vlak in de buurt, geeft u les op een school. Elke week, u doet het nog altijd. In een wijk die vergelijkbaar is, het is zelfs midden in de Schilderswijk ook. Hoe ervaart u daar de druk tussen verschillende culturen die er wel degelijk is? Die heb ik op die school nooit ervaren. Nee, maar die school wordt goed geleid. En als dat zou gebeuren, weet ik ook zeker dat er door de schoolleiding adequaat wordt ingegrepen. En daar heeft een schoolleiding een rol in, daar heeft de politie een rol in. En het belangrijkste is dat, en dat vond ik het meest zorgelijk aan het Trouwartikel, het beeld dat ontstond, dat mensen zich niet tot de politie zouden wenden omdat ze bang waren dat de politie de wijk niet in zou durven. Nou, ik ben in ieder geval blij dat vastgesteld is dat dat niet speelt. Dat die politie daar stevig aanwezig is, zoals de politie overal in het land stevig aanwezig is. En ik niet, Asscher niet, opstelt en niet zal accepteren dat de delen van Nederland zouden zijn waar de wet niet geldt. Maar de vraag is of er niet veel meer moet gebeuren. We kennen natuurlijk allemaal columnisten die bijvoorbeeld gestopt zijn met te schrijven, kritisch te schrijven over de islam. We hebben hier natuurlijk Theo van Gogh meegemaakt. Mensen zijn wel degelijk bang voor represailles als ze daar iets over willen zeggen. De vraag is, moet je niet meer doen dan zeggen, het mag niet, we moeten in Nederland vrij zijn in ons geloof? Nou, daar begint het wel mee. Vervolgens heeft een kabinet dan de taak om ervoor te zorgen dat de wet wordt gehandhaafd. Dus als er berichten zijn dat de politie een bepaald deel van zo'n wijk niet in zou kunnen, vast te stellen of dat zo is. En dat is gelukkig niet zo. Die politie heeft daar een stevige voet aan de grond. Zoals de politie dat in heel Nederland hoort te hebben. Wij willen hier geen situatie zoals sommige andere landen, dat er wijken zijn waar mensen niet meer zich zouden, of waar de politie, de wet niet gehandhaafd zou worden. Dat is hier niet het geval. En dat is wat mij betreft in heel Nederland niet het geval. En als die plekken er wel zijn, dan hoor ik ze graag van u, want dan zullen we daar maatregelen nemen. Dus het is de norm stellen, dat moet de politiek doen. Dat doen we ook in wetgeving. U als deelnemer publieke debat via de media, ik als ook deelnemer publieke debat vanuit de politiek, heb er ook mijn eigen zaak, mijn eigen discussie bijdrage in te leveren. Dat doe ik ook graag hier in deze bijeenkomst. Door die norm niet alleen in de wet te zetten, maar hem ook uit te dragen. Dit vind ik, in zo'n land leven wij. Dit zit in de kern van onze grondwet, de verlichtingsidealen en de ontstaansgeschiedenis van dit deel van de wereld. Dat is essentieel. Mensen zijn hier welkom. Mensen mogen in het land ook hun geloof uitoefenen. Ook dat is een traditie, maar altijd binnen de grenzen van de wet. En als iemand het gevoel heeft dat een ander zijn vrijheid beperkt, dan is er de politie om op te treden. Andere vragen, Frits Wester. Nee, Rutte, het regent de laatste weken moties van wantrouwen. En die betreffen dan ook nog vooral VVD-bewindslieden. Maken die nog enige indruk op u?
of op het kabinet? Ja, die vraag is me vorige week ook gesteld en ik refereer toch naar het antwoord van vorige week. Want als ik iets ga zeggen over hoe de Kamer omgaat met moties van wantrouwen, dan zeg ik iets over het functioneren van de Kamer. Ik vind dat niet passend en ook niet helpvol, omdat ik, als ik dat doe, ik ook treed in die relatie tussen kabinet en Kamer. De Kamer gaat over het eigen instrumentarium, motie van wantrouwen is daar een instrument in. Het is aan de Kamer om daar nu om te gaan en niet aan mij om daar commentaar op te geven. Maar als u er niks over zegt, geeft u in feite ook commentaar, want dan is het zo van, ach, het glijdt van me af, doet me niks. Nou ja, maar dan moet je naar de verschillende casuïstiek toe gaan. Als u in algemene zin vraagt, vind je dat de Kamer te veel of te weinig moties van wantrouwen indient, dan reageer ik daar liever niet op. Of dan reageer ik daar niet op. Als u me dat per dossier vraagt, ja, dan kun je daar natuurlijk weer van alles van vinden. We hebben ze allemaal voorbij zien komen. Ik kan ze kort langslopen. Ik vond het debat met Wekers, dat Wekers dat zeer overtuigend deed en zeer overtuigend zich verdedigde. En ik vond hem politiek gesproken die motie van wantrouwen onterecht. Maar dan praat ik over die situatie, niet over het instrument en hoe de Kamer dat hanteert, maar op dat moment. Gisteren Schippers, ja, kijk, als we echt gedwongen worden om iedere dag containers vol met conceptrapporten naar de Kamer te kruien, dan gaat het milieu eraan, vanwege al het papier. Maar dan denk ik dat we ook echt bezig zijn om de relatie, de normale werkwijze tussen kabinet en Kamer te verstoren. Ik vond dat Schippers dat gisteren overtuigend aantoonde en tegelijkertijd liet zien, we hadden het net over fraudebestrijding, hoe hoog dat op haar agenda staat. Ik vond die motie van wantrouwen dan ook zeer onterecht in die specifieke situatie. En een tijdje geleden bij Teven, Dolmatov, vond ik dat hij overtuigend liet zien wat zijn beleid is. Hoe hij heeft gereageerd op die zelfmoord. Ook nog eens laat zien dat die zelfmoord ook in de ogen van het openbaar, van de onderzoekers, niet gelinkt kan worden aan de precieze situatie waarin de man zich bevond. En dat ook alles rechtvaardigde niet die motie van wantrouwen. Maar goed, dan praat ik over die specifieke moties. Nu heeft u de oppositie voor een deel ook nodig bij de uitvoering van beleid. Daarvoor is ook overleg met oppositiepartijen in grote regelmaat. Deze batterij aan moties van wantrouwen, verstoort dat overleg? Nee. Omdat het de SP en de PVV betrof gisteren, of maar die andere partijen? Nee, maar eerder motie van wantrouwen hebben ook steun gehad van partijen die meer in het politieke midden zitten. Nee, dat verstoort niet de verharding. U neemt het niet kwalijk? Nee, het zou heel raar zijn. Ik bedoel, ze mogen toch het instrument kiezen wat ze willen. Ik mag er iets van vinden in die specifieke situatie. En nogmaals, als u me de algemene vraag stelt, wordt het motie-wantrouwmiddel te bot of niet te bot? Is het nog bruikbaar of niet bruikbaar? Daar blijft het dan buiten. U heeft het ook over de voorjaarsnota gehad. Ziet er niet rooskleurig uit. Vertrouwt u nog steeds op het Groene Waas en het Sociaal Akkoord? Of is er nu echt wat extra's nodig om het vertrouwen van mensen op te peppen? Ik heb nooit voorspellingen gedaan over de cijfers van 2014. Ik heb alleen gezegd dat ik vind dat je het Sociaal Akkoord een kans moet geven om bij te dragen aan herstel van vertrouwen. Of dat ook gebeurt, heb ik niet over uitgelaten. En dat zal moeten blijken uit de ramingen van het Centraal Planbureau die de komende maanden verschijnen. Maar u houdt zich daar nog steeds aan vast. Er komt niet een extra pakket erbij of een ander iets wat mensen vertrouwen geeft. Een nieuw deal waar meneer Van der Ploeg het zondag over had. Wat bedoelt u met daaraan? Nou ja, er moet gewerkt worden aan het vertrouwen in Nederland in de economie. Zeker. Het herstel van vertrouwen in de economie, daartoe hebben we juist ook een sociaal akkoord gesloten. Om te laten zien, los van het feit dat dat zorgt voor draagvlak onder grote hervormingen in de Nederlandse sociale zekerheid, is het ook van belang, omdat het in zichzelf bijdraagt naar mijn overtuiging aan herstel van vertrouwen, omdat het laat zien dat in Nederland werkgevers, werknemers, kabinetten in staat zijn om gezamenlijk tot de aanpak van problemen te komen. Of dat zich ook zal vertalen in meevallende cijfers of niet, daar heb ik geen uitspraak over gedaan. Ik heb alleen gezegd, ik vind dat je het een kans moet geven. En vandaar dat we in augustus besluiten gaan nemen over wat al of niet noodzakelijk is vanwege het saldo-doel van 3% tekort 2014 aan extra maatregelen. Juist, het tekort zit nu al op 3,3 voor dit jaar. Het CPB voorspelde dit getal voor het hele jaar. En het komt mede door de enorme stijging van de werkloosheid in de eerste maanden van dit jaar. Dus de verwachting is, neem ik aan, dat het tekort veel hoger zal uitkomen dan 3,3%. Uw waarneming klopt niet. Het tekort loopt inderdaad op, maar de analyse klopt niet. Het is waar dat de WW stijgt, maar aan de uitgavenkant corrigeren wij alle uitgaven tegenvallers. Dus de WW stijgt, er zijn ook meevallers, bijvoorbeeld in de kinderopvang. Dus aan de sociale zekerheidskant zijn ook meevallers. En we hebben extra maatregelen genomen voor 2013, namelijk de loon- en prijsbijstelling
Die voor 0,6 en als je alle kaders meeneemt, zelfs voor 0,7 miljard in de cijfers staat. Dus de uitgavenkant houden we alle kaders. De inkomstenkant, daar zit het probleem. Daar vallen de belastinginkomsten fors tegen. Precies, en dat zal zo door blijven gaan. Dus het tekort zal uitkomen op flink meer dan 3,3%. Heeft u daar al een soort van getal voor in uw hoofd en komen er dan aanvullende maatregelen? Want 3,3%, het zal dus uitkomen op een getal dat waarschijnlijk dichter bij de 4 dan bij de 3 zal uitkomen. Ook hier moeten we heel scherp zijn. We praten hier over 2013. Dus die 3,3 is een cijfer voor 2013. De laatste voorspelling van het Centraal Planbureau voor 2014 is 3,4%. Daar hebben wij ook hadden wij maatregelen voor genomen. Dat pakket hebben we van tafel gehaald en gezegd dat kan geheel of gedeeltelijk herleven in augustus als blijkt dat er toch aanvullende maatregelen zijn om het saldo-doel van 3% voor 2014 te halen. Voor 2013 is er een verslechtering, maar voor 2013 hebben wij ons ook niet gecommitteerd aan de 3%. We hebben gezegd voor 2013 accepteren wij een tekortcijfer dat boven de 3% komt. Voor 2014 willen we het weer op 3 of lager krijgen. Klopt, maar dat zal ook hoger uitkomen als het doorgaat met die enorme verslechtering van de belastinginkomsten. Nu bent u een one-woman centraal planbureau. Ik stel voor dat we daar echt even wachten op de ramingen. Oké, dus u kunt niet zeggen of u al iets aan wat voor getal u voor dit jaar in uw hoofd heeft en of daar nog iets van een pakket voor 2014 aan. Het getal is niet meer waard dan het getal wat u in uw hoofd heeft. Het mooie is dat we hier echt, anders dan in sommige andere landen waar dat cijfer wordt vastgesteld door de regering, wij hier een onafhankelijk planbureau hebben en dat rapporteert op verschillende momenten de komende maanden over de saldo tekortverwachtingen voor 2014. En op basis daarvan moeten we dan nadere besluiten nemen met inachtneming van onze afspraken om volgend jaar dat cijfer weer op 3 of lager te willen hebben. Ja, maar bent u geschrokken dan van dit getal tot nu toe? Die verslechtering tot nu toe? Ja, dit vak schrik ik niet zo snel. Kijk, voor 2013 zagen we natuurlijk al een tijdje dat de inkomsten tegenvielen. En dat we aan de uitgavenkant zijn we hard bezig geweest. Dat is ook gelukt om alle kaders te handhaven. Maar aan de inkomstenkant, ook in de systematiek zoals we die hebben, met de automatische stabilisatoren, werkt het systeem zo dat je dan niet aan de inkomstenkant in het lopende jaar gaat proberen om extra belastinginkomsten te genereren. Maar we wisten natuurlijk al eerder dit jaar dat die inkomstenkant tegenvalt. Dus in die zin was het cijfer niet heel onverwacht voor 2013. Kunnen we langzamerhand tot een afronding komen? Aanvullend vraag op dit punt, niet over het cijfer zelf. Nu we 2013 van de Economische Commissie ook de vrijbrief hebben gekregen om dan over die 3% te gaan en uw streven is voor 2014 dat niet te doen. Wordt de verleiding dan niet heel groot om 2013 helemaal vol te hangen met schulden, zodat het automatisch in 2014 een beetje minder vervelend wordt? Ja, nee, want die schulden die dragen natuurlijk bij aan het algemene tekortcijfer van de Nederlandse overheid en van de schuld die we hebben. En die schuld stijgt ook. Ook dat ziet u in de voorjaarsnota. Dus de schuld stijgt boven de 70%. Die was een aantal jaar geleden voor de crisis van 2008, hè, voordat we alle banken moesten redden, begon die met een 4. Nu begint hij inmiddels met een 7. Er zitten overigens nog een eind onder Duitsland gelukkig en een aantal andere landen, maar hij stijgt. Dus dat type korte termijn beleid gaat ons niet helpen. Ja, het kan u helpen om voor volgend jaar die 3 toch iets makkelijker te bereiken, omdat je sommige dingen kan wegboeken in 2013, waar het toch al beroerd was. Daar zijn, kan ik u verzekeren, ook heel weinig mogelijkheden voor. Want Eurostat, en dat is ook de Europese norm van hoe je boekt en wat je moet boeken, heeft gelukkig, want wij waren het niet van plan, maar stel je voor dat collega's in Europa het wel zouden willen, maar heeft hele scherpe eisen wat betreft het toerekenen van kosten aan een bepaald jaar. Dus daar kun je niet zomaar vrolijk in gaan rommelen. Gelukkig maar. We gaan voor de laatste vraag naar Julius Visjager. Ja, meneer Rutte, ik heb hier een moeilijke vraag, omdat er op staat grondstof, gif uit Nederland naar Syrië. Misschien heeft u het wel in de NRC gelezen, ik wil u de NRC geven. Nee, ik heb hem gezien. Ja, dat snap ik. Maar wat vindt u daar nou van dat kan? Want het niet alleen de vorm van de vraag, maar ook wat heeft u daar op de, vindt u daar iets van? Ja, dat gaat om glycol en daar is op geantwoord door Timmermans. Er zijn inmiddels ook aanvullende vragen gesteld. Ik verwijs echt naar dat antwoord, want dat is een hele ingewikkelde zaak. Dit speelde in de periode tot 2010. Ja. In 2013 is in april die lijst aangescherpt. Dat product is er ook op gekomen. Nou, dat heeft Timmermans allemaal in de Kamer geschreven. En nu zijn er weer aanvullende vragen gesteld. Die worden ook beantwoord. Dus wat ik zal opschrijven is dat ik dan verwijs naar de brief van Timmermans van ja, dat heel, van woensdag. Heel graag. Maar u vindt het dan wel goed dat hij die vraag stelde? Luister, uw vragen zijn altijd goed.
Brief van Timmermans. Ja. Ja, dat zal hij mooi vinden. Wens u een goed weekend. Tot goed volgende weekend. Week.